Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Het is alweer bijna 3 maanden geleden dat ik een video op YouTube heb gemaakt. Maar ja, vandaag gaan we er gewoon weer eens eentje doen. Het is vandaag maandag de 25ste van de 6e. Dus 25 juni is dat. Vandaag gaan we weer eens Pokémon Go doen. Ik heb best wel weer wat tweetjes gezien over een nieuwe update. Dus ik denk, nou, laat ik het ook gewoon weer eens even lekker installeren. Want het is echt al best wel lang geleden dat ik het gespeeld heb. Mijn laatste Pokémon Go video was 7 oktober 2016. Nou, dat is al een tijdje geleden. We leven ondertussen op 25 juni 2018, zoals ik net ook al zei. En ja, ik vond het eigenlijk wel even een goed excuus om vandaag het skateboard te pakken. Mijn nieuwe longboard, want die hebben jullie ook nog niet in de video gezien. Daar wou ik nog een andere video over maken, maar dat komt misschien dan nog wel. Ik ga een rondje doen op het skateboard en een rondje Pokémon Go spelen. Wie had dat gedacht? Na 1,5 jaar? Ja, zoiets. 1,5 jaar alweer. Het is niet te geloven. De telefoon ligt nog even op te laden. Powerbank heb ik ook maar weer even aan de lader gehangen. Die was ook helemaal leeg. Dus ja, dan gaan wij zomaar eens even naar buiten en dit mooie scherm verlaten. Het is best wel zonnig. Het is best wel blauw. Dus dat gaat goed komen. Nou jongens, daar gaan we. Loading. Skateboard. Ik ben heel benieuwd hoe dit met een camera gaat. Met de telefoon gaat en de skateboard. Oké, jongens, daar gaan we. Skateboard. Ik zit hier even te chillen. Er is hier straks een reet of zo. Ja, ik ben benieuwd. Even kijken wat het doet. Volgens mij ben ik helemaal niet sterk genoeg hiervoor in mijn eentje. Er is helemaal niemand. Dat is serieus net te laat. What the fuck? Is dit mijn vaporium? Nee. Mag ik hier nog bij? Nee. Oké. Nou, dan gaan we verder. Er zijn nog wel een paar Luigi gyms. Maar ik ben niet zo goed. En in de verte zie ik ook iemand die feest aan het vieren is. En een raid, ja, er zijn er nog wel een paar. Ga weg. Daar over 16 minuten, maar dat is best wel een eentje. Wow, van die kant op. Kennen jullie deze plek nog? Denk wel, hè. Gaan we eens even wat verder kijken. Verderop is een raid, daar ga ik wel inschrijven. 12 minuten heb ik nog. Snel, snel. Goed, ja. Ik weet niet wat het is. Ik had hem al. Oh nee, ik had hem niet eens. Gewoon op mooie plekjes weer, hè? Hier zie ik ze. Oh, het snel verder. Oké, even een gymmetje verslaan. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien door de zon. Anders moet ik even mijn scherm wat groter maken. Ik moest toch alleen maar gewoon tappen, dan was het toch genoeg of niet? Nearby raid battle starting soon. Kom op. Hij is alleen maar aan het laden. Stop! Ja mensen, zo kom je toch op mooie plekjes. Ja, lekker buiten. Ik heb het maar weer even opnieuw opgestart, want het duurde me te lang. Dit nu een beetje of. Nou, ben ik toch net verslagen, of moet ik hem nog een keer verslaan? 3 minuten 30, hoe doe ik hier dan mee? The fuck? Moet ik hem eerst verslaan of zo? Oh, snel, go battle. Battle, battle, battle. Is hij nou dood? Of niet? Hurry. Nog een keer, battle. Snel. Is hij nou dood? Ja, hij is dood. Ah, dus zo ziet het wel beter. Great work. Je defeat is dit hier. Schroep. Veentje opzetten. En even renertje. Wat kunnen we nu met dat ei doen dan?
snap er echt gereed van. Nou ja, daar gaan we nog even wachten. Zien we het chillen dan? We gaan lang wachten en een Pokémon vervangen te hebben. Komt erop neer dat deze er ineens was. Dat je weer 3 kwartier moet wachten. Fuck. Next. Here we go. En zo zijn we weer aan de andere kant van de Zierikzee. In de 20 minuten, ik denk dat ik toch weer een beetje ben. Dus dat hebben we toch nooit genomen. Zo mensen, molentje ergens op de achtergrond. Waar is die? Waar is molen? Oh, daar is molen. We zijn weer op de hoofdpoort. Gaan we richting huis. Er is wel weer wat te vangen op zich. Nou, best wel weer wat friend requests ook gekregen. Via Facebook had ik een ding neergezet en Twitter. Ik zal jullie allemaal gifts terugsturen als ik ze heb. En bedankt voor alle cadeautjes natuurlijk. Ik ga nu even lekker naar huis skateboarden. Het skateboardje is nog steeds bij me. En klop het af. Tok tok. Nog niet gevallen. Nice. Zo hè jongens, thuis. Eens even kijken, want ik heb onderweg al wel wat mensen geaccepteerd, maar volgens mij kreeg ik echt net te veel invites nog. En ook gewoon een paar cadeautjes. Waar vandaan? Geen idee. Ja mensen, als jullie mij willen uitnodigen, doe dit nummer. Ik zal het ook even onder in de beschrijving zetten. Kun je mij als vriendje toevoegen. Ik stuur je ook een gifje terug, een gif, als je mij instuurt. En uiteraard accepteer ik je. Wat hebben we eigenlijk allemaal een beetje gedaan vandaag? Nou ja, we hebben vandaag... Dan kan je maar 20 vrienden, zou dat het zijn? Wat we vandaag allemaal een beetje gevangen hebben is dit. Niet heel veel bijzonders. Nou ja, heel veel Mr. Mimes ineens. En best wel wat nieuw ook. Ik heb nog wel wat Pokémon voor mij volgens mij op gyms gezet. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat ergens kan vinden. Oh ja. Kanon, muziektent, nieuwe kikkenfontein, burgerweeshuis en nieuwe kerk staan nog. Zijn dit allemaal gyms? Oh joh, zijn er nog aardig wat. Toch weer even lekker kunnen skateboarden en even mijn telefoontje kunnen gebruiken. Ik merkte wel dat ik heel veel naar beneden keek op mijn telefoon en niet echt op mijn skateboard lette. Ik ben gelukkig niet gevallen. Ik kwam er wel achter hoe shit, Zierikzee eigenlijk is om te skateboarden met al die kinderkopjes en kutsteentjes. In elk geval bedankt voor het kijken mensen. En ja, check hier nog ergens een paar andere video's. Abonneer op mijn hoofd ergens. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Misschien wel een Pokémon Go video. Misschien wel weer een hele andere video. Ik heb echt geen idee. Het was nu ook weer bijna 3 maanden geleden. En ja, livestreamen moeten we ook maar weer eens gaan doen. Bedankt voor het kijken. En ik zie je bij de volgende. Later.